Als je aan iemand wilt uitleggen hoe je mediteert, dan leg je hem het beste de houding uit waarin je zit. Nog sterker, mediteren wordt eigenlijk wel genoemd het beoefenen van de houding. Je beoefent de Boeddha houding. En dat, dat is omdat je, als je mediteert, dan is je lichaam en je geest, die zijn eigenlijk één. Dus die lichaamshouding, de houding waarin je zit, die beïnvloedt je geest. En vice versa. Jouw geesteshouding beïnvloedt ook je lichaamshouding. Dus laten we die lichaamshouding bestuderen. Maar je ziet als eerste: zie je, ik zit op een kussen. En die kussen maakt mogelijk, eigenlijk dat, men, die maakt mogelijk dat mijn bekken deze positie inneemt. Dat mijn bekken eigenlijk ietsje naar voren kan, dat is bijna verticaal is. En dat ik mijn buik kan ontspannen. Dus je zit op een kussen. De. Zo'n kussen wordt een zafu genoemd. De hoogte van een kussen is dus best belangrijk. De kussen zou zo moeten zijn dat precies je bekken uit zichzelf naar voren kantelt. Zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen, zonder dat je spierspanning hoeft te gebruiken. Dus als je een groot lichaam hebt, is het handig om een groot om kussen te hebben, een goed gevuld kussen. En als je wat kleiner van postuur bent, dan kun je een dunner kussen nemen. Er zijn kussens in de handel, die hebben maar één maat. Uh, dit is een kussen, daar zit kapok in en dat kun je bijvullen. Dus die kun je precies op de goede hoogte voor jou brengen. Ik ga in deze uitleg uit van de, van de houding waarin je, uh, waarin je zit op een kussen met knieën op de grond. Uh, dit wordt de halve lotushouding genoemd. Dus sommige mensen die hebben moeite om deze houding aan te nemen en die zitten liever op een bankje. Dat kan. Ook dan kun je je houding in de, in de goede, kun je rug in de goede houding hebben. Uh, je kunt ook op een stoel zitten. Dat ga ik allemaal niet uitleggen in deze, in deze sessie. Ik ga hier uit van de houding op een kussen bij de knie op de grond. Als je de houding aanneemt, het eerste wat je doet, is je brengt een voet tegen je kussen aan. Knie op de grond. En het andere, van het andere been breng je je voet op je dijbeen. En deze knie hier. Dus je zit niet uh, met gekruiste, gekruiste benen. Deze voet tegen het kussen aan, deze omhoog. Dit is de halve houding. Als die uh, te moeilijk voor je is, als je nog een beetje stroef bent in je, in je heupgevrichten, zal je de, de meditatie zal je helpen om daar ook losser in te worden. Als je nu nog een beetje stroef bent, uh, kun je eventueel. Dit been verder naar voren leggen, deze voet verder naar voren leggen. En ook dan heb je nog steeds je twee knieën op de grond. Gaat er nog steeds, je, is dan je knie een beetje omhoog. Dan kun je in dat geval een handdoek nemen en dan probeer je hem zo dun mogelijk onder je knie te leggen. Zo'n dun mogelijke handdoek, net wat je nodig hebt om de knie steun te geven. Ook dan vormen zich die twee knieën op de grond. Dus die knieën op de grond, op de grond, je bekken op het kussen. Dit vormt een driehoek. En die driehoek, dat zou je kunnen noemen, dat is de sokkel van de houding. Is een stevige, stabiele sokkel. Je bekken strekt zich, je bekken is, je kantelt iets naar voren, het is bijna verticaal je bekken. En je wervelkolom, je wervelkolom is precies in balans boven op je bekken. En de wervelkolom die strekt zich naar boven toe. En die strekking gaat door tot aan de kruin van je hoofd. Je kunt dus waarnemen, je kunt dus voelen dat enerzijds je knieën op de grond drukken. En anderzijds je kruin naar boven reikt. De kruin van je hoofd strekt zich naar boven. Vervolgens, en dat is een belangrijk detail: een belangrijk detail van de houding. Je kin is ingetrokken zonder verkramping te veroorzaken. Dus je zit niet zo, maar je zit ook niet zo. De kin is ingetrokken en je nek is gestrekt. Je kunt het eigenlijk heel goed voelen. We zeggen ook wel, je nek opent zich naar achteren toe. Het is alsof je hoofd precies in het verlengde van je wervelkolom plaatst. En ook dat maakt dat de houding wakker is. En een ander belangrijk aspect van de houding is de positie van je ogen. Je ogen zijn tijdens de meditatie niet gesloten. Ze zijn half open, half dicht. Je laat je ogen zakken 45 graden naar beneden toe. Je kunt ook zeggen je ogen zijn gericht ongeveer 1 meter voor je op de grond. En daarbij ben je niet je bent niet aan het kijken. Je bent niet actief aan het kijken. Maar je kunt wel alles om je heen waarnemen zonder dat je er aandacht aan geeft. De positie van je handen. De handen vormen eigenlijk gezamenlijk een soort van mini-houding. Je rechterhand is onder, je linkerhand is boven en ze vormen een schaaltje. Je duimen raken elkaar horizontaal en zijn precies boven je middelvingers. En je ziet de zijkant van mijn handen is tegen mijn buik aan. Nog preciezer kun je zien dat de twee middelvingers precies boven elkaar zijn. Dus je schuift je handen niet over elkaar heen, maar het is precies hier. En die duimen die raken elkaar heel zachtjes. Om die positie van de handen goed, goed te kunnen laten rusten. Kijk, als iemand uh, volledige lotus doet, dus uh, ook nog het andere been naar boven gevouwen is. Dan kun je handen op je hielen laten rusten. Als dat niet het geval is, is het handig om een handdoek te gebruiken die je over je dijbenen legt. En dit vormt een soort van hangmatje voor je. Handen. Hierop kun je je handen laten rusten. En nu richt je je aandacht op je houding. Op de diverse punten van de houding: de ingetrokken kin, de positie van je ogen, je duimen, je handen. Je ontspant je mond en je kaken. Je tong is tegen je gehemelte aan. Het puntje van je tong precies achter je voortanden. Je ontspant je schouders. Je ellebogen staan ietsje van je lichaam af. En je ontspant je buik. Als je nu een tijdje zo zit, dan gaan je een paar dingen opvallen. Een paar dingen opvallen die je normaal niet, waar je niet bewust van bent. Het eerste wat je opvalt is je ademhaling. En de aanwijzing voor de ademhaling is, hij is al goed zoals hij is. Dus uh, ik ra we, we raden niet aan om de ademhaling kunstmatig te beïnvloeden. De grootste invloed die de ademhaling krijgt, gaat uit van de houding. Als je houding goed in balans is, als je goed kunt, de, kunt ontspannen, strekken en ontspannen tegelijkertijd, dan zal die ademhaling langzamerhand uit zichzelf steeds meer dieper worden. Steeds meer dieper worden, gebruik maken van je buik. Je uitademing wordt waarschijnlijk langer en je inademing is kort en spontaan. Maar dat behoef je niet te beïnvloeden. Dat is een proces dat uit zichzelf plaatsvindt. Met andere woorden, de ademhaling is nu al goed zoals die is. En het tweede ding wat je gaat opvallen is dat je je gedachten waarneemt. Je neemt waar dat je aan het denken bent. De aanwijzing voor de gedachten is de volgende. Eigenlijk, je richt je aandacht op de houding en op de ademhaling, op het volgen van je ademhaling. Met andere woorden, je richt je aandacht niet op je gedachten. Dus de gedachten mogen gerust langskomen, maar je gaat niet doordenken op een gedachte. We gebruiken ook wel de uitdrukking, de gedachten trekken voorbij zoals wolken aan de hemel. Dus in de praktijk ziet dat er zo uit. Je mediteert en er komt een gedachte op. Op dit moment merk je op dat je in een gedachte zit. Dan laat je hem vriendelijk los en je brengt je aandacht terug naar de houding en de ademhaling. Eventjes later komt er een nieuwe gedachte op. Nu merk je hem op. Je laat hem los, je laat hem vriendelijk los. En je keert terug tot de houding. Het is niet belangrijk hoeveel hoe gedachten of hoe weinig gedachten je hebt. Dus misschien heb je net uh, een heel druk leven, of heb je veel uh, spanning om je heen en heb je heel veel gedachten. En op een ander moment zul je weinig gedachten hebben. Dat maakt niet uit. We vergelijken wel het proces met de gedachten met een, een fles met water, een glas met water, uh, waarin een handje zand is, een handje aarde. En als je zo'n glas schudt en je zet het neer, dan is het water is het troebel. Als je nu een tijdje wacht, gaat die aarde langzamerhand naar de bodem en wordt het glas helder. Dat is wat gebeurt met je geest. Dus in het begin van de meditatie zul je waarschijnlijk veel gedachten hebben of onrustige gedachten. En als je wat langer zit, als je de meditatie langer volhoudt uh, en je keert iedere keer weer terug tot de houding en de ademhaling, dan langzamerhand worden de gedachtes, heb je waarschijnlijk wat minder gedachten, of ze zijn minder uh, dwingend. En, uh, en ontstaat er dus helderheid in je hoofd. Dus je ziet, de houding is een samenspel van strekking... Van aanwezigheid, strekking in je wervelkolom, van aanwezigheid en van ontspanning. Het is een combinatie van, van, van strekking en ontspanning, van aanwezigheid en loslaten. En diezelfde combinatie die vind je ook terug in de geesteshouding. In de geesteshouding is het een combinatie van, van aandacht geven. En observeren, loslaten. Bij een meditatie probeer niet te, te denken in termen van goed of slecht, van ik had een goede meditatie of deze meditatie was niet goed. Uh, eigenlijk, juist de crux is dat je dat loslaat. De meditatie is goed zoals die is. Uh, de diepste behoefening die je kunt doen is eigenlijk, uh, in, in de zen noemen we dat mushotoku. Dat, en dat betekent zonder doel, zonder doel, zonder winstoogmerk. Alleen maar zitten. Laat je doel los. Natuurlijk heb je in het begin heb je een doel en wil je iets en zo. Maar tijdens de meditatie zelf, alleen de meditatie. Laat je doel los. Probeer niet iets te bereiken of stilte te bereiken of concentratie of weet ik veel wat je zou willen bereiken. Laat het los. Als je begint te mediteren, hoeveel tijd is handig? Nou, ik kraad sowieso aan als je in de buurt van een dojo bent. Uh, ga regelmatig een keer zo'n dojo bezoeken, een plek waar andere beoefenaars zitten. Laat je houding corrigeren door uh, oudere beoefenaars. En als je thuis beoefent, dan stel jezelf een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 15 of 20 minuten. Die stel je in op je telefoon. Je zet je telefoon op vliegtuigstand en stelt je timer in op 15 minuten. En dan onafhankelijk of je meditatie nu gemakkelijk is, of je hem gemakkelijk concentreert, of dat je hem lastig vindt. Je zit gewoon 15 minuten of 20 minuten. Dat is een mooie tijd als je alleen zit. Eén, twee keer per week. En dan kun je het langzamerhand opbouwen. Kun je het langzamerhand opbouwen tot iets langer zitten of misschien meer dagen zitten. Doe het zo. Het, het, het lastigste met meditatie is niet beginnen. Het lastigste met meditatie is het volhouden, is ermee doorgaan. Dus kies een ritme uit dat je kunt volhouden. Oké, okay. veel succes.